Ja, en er werd er vorige week ook al een agent in hoge beroep veroordeeld omdat hij in 2013 in Eindhoven de 13-jarige Memphis van Veen doodreed. Hier aan tafel Maarten Brink van de politievakbond ACP. Het gaat nogal alles missen, hè? Ja, het lijkt de laatste tijd veel in het nieuws te zijn. Ik vraag me wel af of het daadwerkelijke stijging is of dat het een aantal losstaande incidenten is wat nu achter in het nieuws komt. Wat vind je van dit soort straffen, dat jouw collega's gewoon een werkstraf krijgen? Ja, als politievakbond vinden we het toch wel een, een forse straf. Het ja. zou eigenlijk wel wat minder kunnen? Ja goed, uiteindelijk gaat de rechter natuurlijk over de, over de uitspraak, over de mate van de straf. Maar in vergelijking met bijvoorbeeld mensen die gestraft worden voor het plegen van geweld tegen politiemensen, daartegen afgezet, is het denk ik wel een hele forse straf. Want daar komen, dat soort geweldplegers komen wel eens makkelijker weg, zeg je? Ja, kijk, er zit natuurlijk een verschil. Politiemensen die met spoed naar een melding toe rijden, die doen dat bewust en zo gecontroleerd en zo voorzichtig mogelijk. Het is hun werk hè? Het is hun werk. Ze gaan naar die melding toe om zo spoedig mogelijk de mensen te helpen die in nood zitten. Daarentegen, mensen die politiemensen belagen, kiezen wel eens en de confrontatie. En dat is natuurlijk wel een verschil. Je zit zelf ook wel eens in zo'n politiewagen en dan zet je de sirene aan. Wat gebeurt er dan met jou? Ja goed, in feite gaat er een extra alertknop aan. Want het rijden met spoed, met zwaaien en sirene brengt grote concentratie met zich mee. En daar zitten gewoon een aantal gevaren in. En je wil en... snel achter die boef aan? Ja, of hulp verlenen. Als mensen of hulpverlenen, zijn, een zware aanrijding. Kijk, politiemensen willen niet liever als zo snel mogelijk bij de plaats van het incident zijn. Maar je, maar wil, geen je wil geen nieuwe ongelukken veroorzaken? Nee, dus zo veilig mogelijk. En uh, ja, daar doen politiemensen echt aan hun uiterste best voor. Maar dat is een wankel evenwicht hè? Het is een wankel evenwicht. Het is uh, altijd uh, kijken wat, wat de beste manier is. Altijd ver vooruit kijken. En daarbij zijn we ook afhankelijk van hoe andere weggebruikers zich gedragen. Ja, want dat wilde ik ook vragen. Wat gebeurt er met die andere weggebruikers op het moment dat jij de sirene aanzet? Ja, nou, wij zijn heel erg gebaat als uh, medeweggebruikers uh, ruimte maken. Ja, dat ze de hulpverleningsinstanties, in dit geval politie uh, met zwaailicht en sirene... de ruimte geven om uh, dus hun vrije doorgang uh, te krijgen. Maar doen ze dat? Uh, nou, helaas niet altijd. Je ziet toch dat mensen ook wel uh, erg schrikken van uh, zwaailichten en sirenes als die plotseling op ze afkomen. Nou, dat heb ik ook wel. Dan zie je dat in je achteruitkijkspiegel. En je denkt, je weet één moment niet wat je moet doen eigenlijk. Ja, hè? ja nee, dat, uh, dat, is, uh, dat is herkenbaar. Uh, politiemensen uh, weten dat ook. Houden daar ook rekening mee. En proberen voor de mensen zo zichtbaar mogelijk te rijden. En daar waar mogelijk uh, de ruimte te kiezen die er is. Ja. Uh, politiemensen trainen natuurlijk zelf ook op de rijvaardigheid. Doen ze dat genoeg? Uh, uh, het zou meer mogen. En hoe, voor de andere weggebruikers, mensen zoals ik, mm -hmm. zouden die ook moeten leren wat ze moeten doen? Nou, ik denk dat het goed zou zijn als mensen bij het behalen van hun rijbewijs uh, wat meer uitleg en instructie krijgen hoe om te gaan met uh, zwaailicht en sirene uh, van politie of brandweer of ambulance. Het zit niet echt in het examen. Hè? Het is lang geleden voor mij, maar ik herinner me dat niet. Nee, nee volgens mij zit dat nog steeds niet, uh, niet in het uh, examen. En, uh, ja, het zou goed zijn als er wat meer aandacht is, wat meer voorlichting is voor mensen uh, hoe te reageren bij zwaailicht en sirene. Op die manier kunnen we proberen met z'n allen dit soort gruwelijke incidenten te voorkomen. Want uiteindelijk zijn, uh, zijn er alleen maar verliezers zowel aan. De politiekant als aan de slachtofferkant. En dat is natuurlijk voor iedereen een drama.